De industriële revolutie is een van de grootste veranderingen in de geschiedenis. In deze video gaan we kijken naar die industriële revolutie die de basis legde voor een industriële samenleving. En in de eerste plaats is dat vooral iets economisch, want de productiewijze die verandert ingrijpend, maar die verandering die heeft ook grote sociale gevolgen, het ontstaan van die industriële samenleving. Ja, en daar hebben we het eigenlijk al, een verandering met grote gevolgen, dat noemen we vaak een revolutie. Een revolutie vindt plaats in een korte tijd en heeft grote en onomkeerbare gevolgen. Gevolgen dus die je moeilijk terug kunt draaien. Nou, die industriële revolutie die vond niet plaats in een korte tijd, maar die kende wel enorme en onomkeerbare gevolgen. En om dat te illustreren pak ik er even twee kaartjes bij van Groot-Brittannië. Hierna noem ik dat voor het gemak maar even Engeland, want daar begint die industriële revolutie. Op het linkerkaartje zien we de Engelse economie rond 1700 en rond 1850. En dan zie je dat er in 150 jaar enorm veel veranderd is. Er zijn nieuwe sectoren van de industrie bijgekomen en er zijn enorme industriegebieden ontstaan. De Engelse economie van 1850 lijkt in niets meer op die van 1700. Een grote verandering dus. En als we naar het rechterkaartje gaan kijken, dan zien we daar de Engelse bevolking weer in dezelfde twee perioden, rond 1700 en rond 1850. En dan zien we dat de bevolkingsdichtheid behoorlijk is toegenomen, de bevolking is dus gegroeid ook, en we zien dat er een heleboel steden zijn bijgekomen. Opnieuw dus enorme veranderingen voor Engeland. Nou, en waar komen die veranderingen dan vandaan? Hoe is dat allemaal ontstaan? Hoe is die industriële revolutie begonnen? Daarvoor gaan we even kijken naar de Engelse textielnijverheid in de 18e eeuw. De nijverheidssector dus waar men kleding maakte en andere producten van stoffen. In die textielnijverheid, daar werden een aantal uitvindingen gedaan. Op een gegeven moment werd er een schietspoel uitgevonden, daardoor konden weefgetouwen sneller werken. Op een gegeven moment kwam er zelfs een nieuwe weefmachine, de Spinning Jenny. En later kwam er zelfs een heel groot apparaat, een heel grote machine, de Waterframe, waardoor er enorm veel geweven kon worden. En die textielnijverheid was zichzelf dus behoorlijk aan het ontwikkelen, maar daardoor hadden ze ook behoefte aan een stabiele energiebron die die machines aan kon drijven en aan arbeiders die die machines konden bedienen. Ja, en om dat voor elkaar te krijgen, kijken we even naar twee andere takken van de Engelse economie, de landbouw en de mijnbouw. In de landbouw zien we in de 18e eeuw dat er weer een aantal veranderingen plaatsvinden. Vernieuwingen worden doorgevoerd, waardoor we weer kunnen spreken van een agrarische revolutie. Die zorgt ervoor dat de voedselopbrengsten stijgen en dat zorgt er uiteindelijk weer voor dat de bevolking kan groeien. En meer mensen in het land, dat betekent dus ook meer vraag naar kleding. Dat is natuurlijk weer goed voor die textielnijverheid, want daar wordt die kleding gemaakt. Maar tegelijkertijd heeft die textielnijverheid weer meer arbeiders nodig om aan die grotere vraag te kunnen voldoen. En daar is die agrarische revolutie ook belangrijk voor geweest, want er wordt meer voedsel geproduceerd, maar door alle vernieuwingen zijn er minder mensen voor nodig. En er is dus een overschot aan landarbeiders. Nou, die kunnen in die textielnijverheid gaan werken. Maar die grote machines, die waterframes, waar die textielarbeiders aan moesten werken, die werden voortgedreven door waterkracht. En textielwerkplaatsen konden dus ook alleen maar bij rivieren staan. En bovendien waren ze dan nog afhankelijk van de kracht van het water. En daar wilden textielondernemers dus ook iets op vinden. Ze wilden een stabiele energiebron. En daarom richtten zij een hoop op de mijnbouw. In de mijnbouw maakte men al heel lang gebruik van een simpele stoommachine die ervoor zorgde dat het grondwater werd weggepompt. Het probleem was alleen dat die stoommachine heel erg traag werkte en dat die heel veel brandstof nodig had. Nou, dan is er een Schotse uitvinder, James Watt, die die stoommachine die in de mijnbouw gebruikt wordt gaat verbeteren. Hij komt met de nieuwe versie van de stoommachine, dat zorgt voor vooruitgang in de mijnbouw, maar die stoommachine gaat ook gebruikt worden in die textielwerkplaatsen. En die stoommachine kan dan dus de waterkracht vervangen. En daarmee is eigenlijk de industriële revolutie begonnen. Want die vernieuwingen, die mechanisatie en het gebruik van de stoomkracht blijft uiteindelijk niet beperkt tot de textielnijverheid, maar slaat ook over op andere takken van de Engelse economie. En dan spreken we dus ook van de industriële revolutie. En eigenlijk spreken we van twee verschillende industriële revoluties. En de eerste vindt dus plaats tot 1850 en de belangrijkste brandstof, de belangrijkste energiebron op dat moment is steenkool. Daar drijven die stoommachines op. Het belangrijkste materiaal dat gebruikt wordt om machines en andere zaken te maken, is ijzer. Behoorlijk stevig, maar eigenlijk nog niet stevig genoeg. In de tweede industriële revolutie, in de tweede helft van de 19e eeuw, zien we dat er nieuwe vormen van energie komen, namelijk elektriciteit en olie. En bovendien wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van een veel sterker materiaal dan ijzer, namelijk staal. Nou, deze zaken zorgen voor nog meer vooruitgang, maar die industriële revolutie die heeft in ieder geval grote economische gevolgen. Ten eerste zien we dus dat de traditionele huisnijverheid
steeds meer verplaatst wordt naar fabrieken. In plaats van een kleine werkplaats ergens aan huis met hoogstens 10 mensen, komen er nu grote fabriekshallen met honderden arbeiders. We zien ook dat de productie enorm toeneemt, en dat zorgt er weer voor dat de prijzen van de producten uiteindelijk zullen dalen. Maar goed, dit zijn alleen economische gevolgen. Die industriële revolutie die zal uiteindelijk de hele samenleving veranderen. Er ontstaat een industriële samenleving. Een samenlevingstype wordt eigenlijk altijd gedefinieerd aan de hand van het belangrijkste middel van bestaan. In een landbouwstedelijke samenleving was dat landbouw, met wat handel en wat nijverheid. In de industriële samenleving wordt het voornaamste middel van bestaan de industrie. De meeste mensen werken in de industrie. Daarnaast komt er een nieuw middel van bestaan bij, de dienstensector. Dat zijn mensen die geen producten maken, maar die een dienst leveren om in een inkomen te voorzien. En je hebt natuurlijk ook nog steeds boeren die in de landbouw werken. En je hebt natuurlijk ook nog steeds handelaren die de producten verkopen. En er zijn ook nog steeds ambachtslieden die in de nijverheid werken. Maar die groep, ja, die wordt misschien wel het grootste slachtoffer van die industriële revolutie. De nijverheid neemt enorm af. Een tweede kenmerk zagen we straks al op dat kaartje van Engeland voorbij komen dat aan de rechterkant stond. De bevolking van Engeland groeit enorm snel en die gaat ook steeds sneller groeien, exponentiële groei dus. En bovendien woont de Engelse bevolking steeds vaker in de steden. Veel mensen trekken naar die nieuwe industriesteden in de hoop daar werk te vinden. Dat noemen we ook wel urbanisatie. In een industriële samenleving zien we ook dat de vervoersmogelijkheden toenemen. Over land wordt er niet alleen maar per paard en wagen gereisd, maar nu bijvoorbeeld ook per trein. Dat gaat veel sneller, later komt er zelfs de auto bij. En ook het vervoer over water krijgt een ander karakter. In plaats van zeilschepen kunnen er nu stoomschepen gebruikt worden. Dit alles zorgt voor een transportrevolutie. Nou, en als laatste zien we nog iets dat we later in dit tijdvak ook nog tegen zullen gaan komen. Door die industriële samenleving worden de inkomensverschillen tussen rijk en arm steeds groter. Natuurlijk waren er ook al inkomensverschillen in een landbouwstedelijke samenleving. Maar daar was het verschil tussen rijk en arm niet zo groot als in die industriële samenleving. Maar zoals ik al gezegd heb, daar komen we later in dit tijdvak nog wel op terug.